En zoals elke dag zit ik weer met Rolf Slotboom. Rolf, vandaag is jouw toernooi, hè? Ja, ik heb de lat hoog gelegd, hè. Ik heb gisteren gezegd, dit toernooi ga ik winnen. Dus dan moet ik maar wat laten zien, hè. Ja, en vannacht nog wel over gedroomd, de winst? Ik heb eigenlijk nooit deze toernooi gespeeld. Ik was altijd reporter, dus ik heb nooit echt kansen gehad. In het verleden wel een paar keer, en ook altijd goed gepresteerd. Maar het beste wat ik ooit gehaald heb in de Masters is een tweede plaats. Dat was eigenlijk het eerste toernooi wat ik toen speelde, Limit Hold'em, Limit Stud Mix. Nou, het is in 1999, dus het is echt antiek. En ik vind, er hebben nu genoeg Nederlanders zo'n mooi bord. Ik vind het tijd dat ik ook zo'n bord krijg. Kun je lekker van ontbijten. Ja, nou ja, het geld is niet eens belangrijk. Het is gewoon... gaat om het bord. Het is de eer dat je wint. Ik heb vroeger in Wenen gewoond, dat weet je misschien. En daar speelde ik, heb ik 2-3 maanden alleen maar toernooien gespeeld in één casino. En puur omdat ze trofeeën hadden. Weet je, die hadden trofeeën voor de winnaar. En dat vond ik zo cool. Dus nu staat mijn huis het vol met allemaal trofeeën. Gewoon. Dus je mist er eigenlijk nog één. En ik wil het bord. Ik heb nog een mooie plek aan de wand. Weet je, ik heb een hele witte wand. Nou, daar moet zo'n mooi bord hangen. Ja, en als je nog niet wint? Nou, weet je, het is natuurlijk maar één toernooi. Er doen 280 mensen mee. Dus de kans is natuurlijk reëel gezien heel erg klein. En je gaat je nu indekken? Maar het is Pot Limit Omaha. En dat is natuurlijk, daar lig ik wel een stuk verder voor dan in No Limit Hold'em, denk ik. En ik ken natuurlijk bijna alle spelers die hier zijn. Zowel de Nederlanders als de internationale spelers ken ik vrij goed. Dus als er een toernooi is wat op mijn naam geschreven staat, zeg maar, dan moet het natuurlijk deze zijn. En ik bedoel, als ik dat zeg, weet je, dat zei ik ook bij de World Series. Ik zeg, ik ga er naartoe om in Omaha een bracelet te pakken. En wat presteerde ik? 4 Omaha toernooien, geen ene ruk, geen ene fuck, niets. Dat is eigenlijk je niet moeten zeggen. Nou, weet je wat het is? Ik bedoel, dan denk je van, dat is mijn spel, ik lig hier het beste, het meeste in voor. En in Amerika heb ik gewoon veel te veel gefancyplayed. Weet je, als ik gewoon veel rustiger, veel relaxter door het toernooi was gegaan, had ik gebruik kunnen maken van mijn kracht. En wat doe ik? Ik zit moves te maken, te tricky, te dit. Je moet gewoon lekker relax je eigen spel. Nou ja, weet je, bedoel, je kan wel zeggen dat je veel beter bent dan de tegenstander. Maar het is net met voetballen. Je kan zeggen, ik ben veel beter dan de tegenstander. Maar als je met 4 aanvallers gaat spelen en de middenvelders die verdedigen die terug, dan ga je alsnog de boot in. En daar moet ik voor uitkijken natuurlijk. Ja, zou ik het zo zeggen, je gaat voor het bord. Mocht je hem winnen, krijg je van mij morgen bestek. Ja, maar wel een beetje van goede kwaliteit. Krijg jij er mooie bestek ik bij? Ik ga van kwaliteit. Ja? Thanks, man. Deal. Okay, succes. Yo. Rolf.